Impregneren beschermt je tuinhuis tegen schimmels en houtrot. Wat je in ieder geval niet moet doen, is je hout onbehandeld buiten laten staan. Hallo en welkom bij AZAP. Er zijn verschillende manieren om je hout te beschermen tegen invloeden van buitenaf. In deze video ga ik met jullie bespreken impregneren. Impregneren is het verduurzamen van onbehandeld hout door middel van impregneermiddel. Deze vloeistof trekt in het hout en heeft een beschermende werking. Bij impregneren heb je twee soorten. Dompel impregneren of hoge druk impregneren. Allereerst het dompel impregneren. De naam zegt het al. Het hout wordt ondergedompeld in een bad van impregneermiddel. Hierbij zorg je ervoor dat er om het hout heen een mooie laag van impregneermiddel ontstaat. Bij hoge druk impregneren gaat het hout in een grote ketel. Deze ketel die wordt vacuüm getrokken. Hierdoor wordt het impregneermiddel tot diep in het hout geperst. Bij AZAP maken we meestal gebruik van hoge druk impregneren. Impregneren beschermt je tuinhuis tegen schimmels en houtrot. Een geïmpregneerd model onder de juiste omstandigheden heeft vaak een levensduur van 10 tot 15 jaar tegen schimmels en houtrot. Impregneermiddel werkt niet vochtregulerend. Door op- en afname van vocht kan je hout dus nog steeds werken. Ook in je houten constructie kun je dus nog steeds kieren krijgen. Sommigen zeggen dat geïmpregneerd hout onderhoudsvrij is. Wij zien het liever als een goede voorbehandeling en raden je eigenlijk altijd aan om toch nog even te bijtsen of te verven. Met 1 of 2 extra lagen bijts, zowel voor de binnenkant als de buitenkant, zal het minder vocht doorlaten en heb je dus ook minder kans op werking. Om je hout goed te beschermen kun je impregneren of bijtsen. Wat je in ieder geval niet moet doen, is je hout onbehandeld buiten laten staan. Onbehandeld hout is kwetsbaar. Na een likje bijts of na impregnatie heb je veel meer plezier van je tuinhuis. Voor het beste advies kun je natuurlijk nog even bellen met onze klantenservice. Daar staan onze medewerkers altijd voor je klaar.